Het is heus waar. Wat een afschuwelijk verhaal, zei een kip en huiverde. De kip die dat gezegd had, was nog wel een kip die helemaal aan de andere kant van het dorp woonde. En daar was het niet eens gebeurd. Wat een afschuwelijk verhaal, zei de kip nog eens. Dat zoiets in een hoenderhok kan gebeuren. Het is maar goed dat we hier met zoveel zijn, want anders zou ik vannacht niet op stok durven. Toen vertelde de kip wat ze allemaal gehoord had. De veren van de andere kippen gingen recht overeind staan en de haan liet van schrik zijn kam hangen. Het begon helemaal aan de andere kant van het dorp in een groot kippenhok. Iedereen weet dat de kippen op stok gaan tegen de tijd dat de zon ondergaat. Zo ging het ook die avond. De kippen maakten zich gereed voor de nacht en gingen op stok. Er was een witte kip bij die haar eieren altijd keurig op tijd legde en wat alles betreft goede manieren had. Het was, om zo te zeggen, een echt fatsoenlijke kip. Toen ze op stok vloog, verloor ze een klein wit veertje. Ach, zei de witte kip, ik verlies een veertje. Maar hoe minder veren ik heb, des te mooier word ik. Dat zei ze voor de grap. Want al was ze dan een heel fatsoenlijke kip die nooit gekke dingen zei, toch hield ze wel van een grapje op zijn tijd. Dus, zonder verder te treuren over het verloren veertje, stak ze haar kop tussen haar veren en sliep in. De zon was intussen helemaal ondergegaan en het was donker en stil in het kippenhok. De kippen zaten dicht tegen elkaar aan en allemaal waren ze diep in slaap. Allemaal? Nou ja, op één na dan, want één kip was nog klaarwakker. Die kip kon niet slapen, omdat ze steeds moest denken aan wat de witte kip had gezegd. Wat was het ook alweer geweest? Wilde ze al haar veren kwijt om er mooier uit te zien? Had ze dat goed verstaan? De kip vond het maar een rare gedachte. Zachtjes stootte ze haar buurvrouw aan en fluisterde. Hoorde jij wat die dikke witte vanavond zei? Ze wil al haar veren uittrekken om zich mooier te maken. Als ik de haan was, zou ik die kip niet meer in het hok willen hebben. Precies boven het kippenhok zat een uilenfamilie. En zoals iedereen misschien ook wel weet, hebben uilen hele goede oren. De uilen hoorden dus alles wat er in het kippenhok werd gezegd. De moederuil draaide met haar ogen en klapperde met haar vleugels. Kinderen, zei ze, naar zulk geklets moeten jullie nooit luisteren. Dat doet je moeder ook niet. Maar gehoord hebben jullie het toch. Is het niet om je dood te schamen? Een van de kippen daar beneden heeft geen manieren. Het past een kip toch niet om al haar veren uit te trekken als de haan erbij is. Schandalig gewoon. Prenez garde aux enfants, zei de vaderuil. Die had, voordat hij naar Holland kwam om te trouwen, jaren in Frankrijk gewoond. Dus als hij iets tegen zijn vrouw wilde zeggen wat de kinderen niet mochten horen, dan zei hij dat in het Frans. Denk toch om de kinderen, betekende wat hij gezegd had. Maar de moederuil vond het verhaal veel te belangwekkend om het voor zichzelf te houden. Ik moet het toch even aan de buurvrouw gaan vertellen, zei ze. Dat is zo'n verstandige uil. Ze zal daar zeker zo haar eigen gedachten over hebben. En toen vloog ze naar de oude eik op het erf waar haar buurvrouw haar nest had. Oeh, 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 riepen de twee damesuilen verontwaardigd, nadat de moederuil het verhaal aan haar buurvrouw had verteld. Hebben jullie het al gehoord? Riepen ze toen naar de duiven in de duiventil beneden, die wonder boven wonder nog wakker waren. Hebben jullie het gehoord? Wat een schandaal! De witte kip uit het kippenhok heeft al haar veren uitgetrokken, omdat ze denkt dat de haan haar dan mooier zal vinden. Maar het is zo koud dat ze straks doodvriest. Oeh, oeh, oeh. In welk kippenhok? Vroegen de duiven. Op het erf van de buren, zei de moederuil. Ik heb het zo goed als zelf gezien. Het is wel niet aardig om het door te vertellen, maar het is heus waar. Oh, het zal best. We geloven je graag, zeiden de duiven. En ze riepen naar de haan. Moet je horen, op het erf van de buren is een kip en ze zeggen dat het er zelfs twee zijn die al hun veren hebben uitgetrokken. Dat hebben ze gedaan om op te vallen, want ze willen de aandacht trekken van de haan. Ze denken dat hij hen dan aardiger zal vinden dan de andere kippen.
Maar het is een gevaarlijke liefhebberij om al je veren uit te trekken, want het is tenslotte winter en flink koud. Die twee kippen zouden heel gemakkelijk kou kunnen vatten, koorts kunnen krijgen of zelfs dood kunnen vriezen. Ze zeggen dat ze allebei al dood zijn. Tja, dat komt er nou van. Twee prachtige kippen die alleen maar zijn dood gegaan omdat ze al hun veren hebben uitgetrokken. De duiven hadden het verhaal dus weer mooier gemaakt. Word wakker, word wakker, kraaide de haan toen, die erg geschrokken was van het verhaal van de duiven. Hij vloog op het dak van het kippenhok en riep opnieuw. Word wakker en luister. In een hoenderhok in de buurt zijn drie kippen gestorven uit liefdesverdriet voor de haan. Ze hebben zich al hun veren uitgetrokken. Ik vind het zo'n afschuwelijke zaak dat ik het als mijn plicht voel om het verder te vertellen. Hoe kan een haan zo harteloos zijn? Hij moet zijn aandacht over de kippen verdelen. Het is een schande. Van zoiets kan alleen maar narigheid komen. Zegt het voort, kukkelakuu. Zegt het voort, zegt het voort, piepte de vleermuizen toen ze het verhaal aan de nachtzwaluw hadden verteld. De nachtzwaluw vloog meteen weg en vertelde het aan alle dieren die het wilden horen. Vertel het verder, vertel het aan alle kippen in het dorp, riepen de dieren toen. Ze moeten het allemaal weten. Zo ging het verhaal van kippenhok naar kippenhok, door het hele dorp en zelfs nog verder. Ten slotte kwam het verhaal weer terecht in het kippenhok waar de witte kip woonde die dat ene kleine veertje verloren had. Het verhaal was dus verder verteld. En iedereen had het een beetje mooier gemaakt door er wat bij te verzinnen. Uiteindelijk was het verhaal zo veranderd dat de kippen helemaal niet wisten dat het allemaal bij hen begonnen was. Zo kwam het verhaal bij hen terug. Ik heb gehoord dat er in de buurt 5 kippen zijn die allemaal verliefd waren op dezelfde haan. Toen hebben ze een wedstrijd gehouden in vermageren. Omdat ze wilden weten wie de slankste was, hebben ze al hun veren uitgetrokken. Toen de haan, die de winnares moest uitkiezen, zei dat ze allemaal even slank waren, kregen ze ruzie. Ze hebben elkaar met hun snavels gepikt tot ze rood waren van het bloed. Geen van de kippen heeft het overleefd. Ze zijn allemaal dood. Het is een schande voor de kippen en een schande voor de eigenaar. De witte kip, die dat ene veertje had verloren, wist helemaal niet dat het allemaal was gebeurd, omdat ze eens voor de grap had gezegd, hoe minder veren ik heb, des te mooier word ik. En omdat de witte kip nu eenmaal een fatsoenlijke kip was, met goede manieren, zei ze dan ook, wat een schandaal! Maar er zijn meer kippen van dat soort. Hoe is het mogelijk dat een kip zich zo kan gedragen, alleen omdat ze verliefd is op een haan? Bovendien is het dom om al je veren uit te trekken, want daar schiet je niets mee op. Dit verhaal mogen we niet in de doofpot stoppen. We moeten het verder vertellen, zodat alle kippen het kunnen horen. Zoiets mag niet nog eens gebeuren. Dat zei de witte kip. Het verhaal werd verder en verder verteld, tot alle dieren van het land het kenden. 1 veertje kan veranderen in 5 kippen. Het is heus waar.